Goedemorgen. Waar zijn we? Vertel het eens. Nou, we zijn hier in de Veersport, in de Paardendijkerhof. En daar wonen wij. En de bovenste verdieping is mijn atelier, mijn schildersatelier. Ja, en een bibliotheek zo te zien. Een flinke boekenkast heb jij, met alles erop en eraan. Ja. Ja, en namens de waarheid dat ik hier een paar weken geleden al eerder was, gewoon om eens even kennis met je te maken. Ik had je naam al vaker gehoord, want jij duikt overal op. En, maar kan je jezelf even kort voorstellen? Want je bent heel lang leraar geweest in Middelburg. Ja. En je bent schilder en je bent schrijver. Ja. Vertel eens. Ik ben opgeleid als docent inderdaad. En ik heb zowel basisonderwijs als speciaal onderwijs als voortgezet onderwijs gedaan. Mijn laatste baan was Scheldermond College in Vlissingen, HVWO afdeling. Daarnaast heb ik altijd geschilderd, als kind al. Had ik exposities in de gang van mijn school, zou ik maar zeggen. En dankzij hele goede tekenleraars ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt in schilderkunst. En na de Pedagogische Academie heb ik dan acte tekenen gedaan. Want dat is je lesbevoegdheid om tekenles te mogen geven op het voortgezet onderwijs. En nu ben ik bezig met 4 jaar Kunstacademie in Antwerpen om nog wat aan de techniek te verbeteren. En hoe oud ben jij? Ik ben 67. Dus dat is, je bent nooit te oud om te leren, die gaat bij jou wel op? Absoluut niet, nee. Nee. Absoluut niet. En nou, ik ben erg betrokken bij de kunstwereld hier in het Zeeuwse. Ik vind het vooral heel belangrijk voor kinderen dat ze, als ze interesse hebben in kunst, dat daar iets voor is, dat er ruimte voor is. Recent heb jij een boek uitgebracht. Ja. En dat is eigenlijk, zeg ik het goed, als dat een autobiografie. Ja, dat is wel het goede. Ja, dat is autobiografie. Je bent een Zeeuws-Vlaming en je vader was dat ook. Ja. En in zijn kielzog hebben jullie overal en ergens gewoond, steeds maar verkassen. Nou ja, mijn vader kwam uit Utrecht, dat is bijzonder hè. En die was protestant en mijn moeder komt uit IJsendijken, ze is Vlaming, en was katholiek. Dus in die tijd was dat echt iets onmogelijks. En toch ging dat goed en ik heb dus altijd via verschillende werelden heb ik mijn jeugd doorgemaakt. De douane is ook een aparte wereld. Mijn vader was douane, was België-Nederland. En toen kwam de EEGR, moesten de grenzen gingen open. Dus al die kantoren moesten dicht en dat heeft mijn vader in Zeeuws-Vlaanderen allemaal gedaan, die kantoren gesloten. En op een gegeven moment kwam hij dan in Vlissingen terecht voor de scheepvaart. Ik ging gelijk hier studeren en ik kon niet op kamers, want ik moest dus thuis blijven wonen. Dat was op zich wel jammer. Ja. Dat stuk heb ik dus nooit meegemaakt. Maar ik heb in Middelburg al gestudeerd, inderdaad, in de Noordstraat. Wat ik wel zo grappig vind, is dat een beetje aan het eind van het boek duik je opeens ook in allerlei geschiedenissen van Middelburg. Nou ja, het gaat niet alleen om mijn geschiedenis, maar ook om de geschiedenis van mijn omgeving. Ja. En je beseft soms niet hoe belangrijk de omgeving is voor je eigen ontwikkeling. En voor mij is Middelburg ontzettend belangrijk voor mijn ontwikkeling. Ik kwam uit Zeeuws-Vlaanderen als klein ventje en ik kwam in Middelburg en daar was het toch wel een stuk progressiever moet ik zeggen. Ja, dat veel, ja. En leerde ik allerlei nieuwe dingen die ik niet kende. Ik ging hier naar festivals en zo, Torenvlietpark. Nou, dat was Music in the Park. Ja, Music in the Park. Ja. Van de VPRO en Sint Juttemus en al dat soort feesten. De 1 mei viering hing naartoe hier. Ja, mijn ogen gingen open. Was jij ook een beetje een hippie? Of zou je dat zelf... Ja, zeggen? Lang haar, hè? Ja. Ja, dat hadden we allemaal in die tijd, hè. Tenminste allemaal, mijn maatjes wel. Ja, hippie tijd was eigenlijk net voorbij. Dus, maar ja, omdat in Zeeland alles 50 jaar achterloopt, zaten we net in de hippie tijd. Dat ging eigenlijk tot half jaren 70 voor mijn gevoel. Ik weet het natuurlijk niet helemaal zeker, maar... Ja, en eigenlijk de beuken en dat soort jongerencentra. Ja. Maar jij was ondertussen wel serieus bezig met je studie. Ja. Maar opeens komt er dus ook een hoofdstuk dat je uitgebreid ingaat op het kanaal de Walcheren en met name de geschiedenis daarvan. Wat is daar je interesse dan? Nou, ik ben naast schilder en schrijver ben ik ook roeier. Dus ik zit op Holten, dat is een roeiclub hier in Middelburg. En als je roeit, dan zit je achteruit. Dus als je achteruit door Middelburg roeit, dan kijk je ook terug in de tijd. En dat bracht mij op het idee om ook terug in de tijd van Middelburg te gaan. Dus roeiend door Middelburg of roeiend door het kanaal heb ik dat ook helemaal uitgezocht. Hoe die kanalen zijn ontstaan in Middelburg. Want er zijn dus eigenlijk 4 waterwegen geweest op Walcheren. Wat bijna niemand weet, want iedereen kent het kanaal van Vlissingen naar Veren. Maar er is een hoop gedoe geweest in het verleden om een kanaal te krijgen door Walcheren. Dat verzandde constant. Ja, dat schrijf je inderdaad in 4 fases. En dat het weerzand. Maar op een gegeven moment, rond 1870, is die opgeleverd, het kanaal. Ja, toen is het eindelijk gelukt. Maar toen verdween ook eb en vloed verdween ook in Middelburg. En op de Dam bijvoorbeeld, dan heb je zo'n stuk water waar vroeger een schip lag om droog te leggen. En dan werd dat schip gerepareerd. Dat is 1 keer gebeurd. Er is maar 1 schip ooit in dat droogdok terechtgekomen. Als ik dan steeds dezelfde foto, want er zijn dat maar 1 schip van dezelfde foto. En je hebt het idee dat het daar heel druk was, maar dat is niet zo. En er staat ook zo'n ijzeren kraan, een groene ijzeren kraan, bij de punt. Ja.
die heeft één keer een vrachtje gelost en dan ook nooit meer. Maar ja. Dat is allemaal eigenlijk mislukt. Ja. Want als eb en vloed natuurlijk verdwijnt uit de stad, dan kun je ook niet meer spelen met waterniveau in zo'n droog dok. Dus ja, het water bleef heel de dag op hetzelfde niveau staan, dus dat was ook klaar. Maar al met al, je vindt de geschiedenis mooi, maar je houdt ook echt van de stad. Ik zie dat achter je bijvoorbeeld, zie ik een werk staan. Oh ja, ja. Het is dat het Gouden Uur of de... Maar dat is de Kinderdijk? Ja, het is de Kinderdijk, dat gaat over de Gouden Eeuw. En ik heb toen voor de drukkerij een project gedaan over de Gouden Eeuw. En ik heb toen gedacht, ik ga ook echt goud gebruiken. Maar je ziet, als je dat beweegt, dan gaat dat meekleuren omdat er metaaldeeltjes in de verf zitten. En ik doe een heel overdreven perspectief. Dus alsof je helemaal vanaf beneden naar boven kijkt. Ja, ja, ja. Hoe heet dat? Kan er niet op komen. Hier werd alles bewaard van de VOC. Eigenlijk een heel slecht stuk geschiedenis van Middelburg. Het heeft met slavernij te maken en onderdrukking en kolonialisme. En ja, wij genieten van die mooie geeltjes. Maar eigenlijk is het ook heel erg wat er allemaal gebeurd is. En ja, dat wil ik dus ook benadrukken. Want de schoonheid van Middelburg is voor een deel... afkomstig van de Afrikanen, die wij in feite jaar in jaar uit zwaar misbruikt hebben. Dus we moeten ook nuchter zijn in die dingen en het niet te veel romantiseren. Dus, maar ik vind het wel architectonisch heel erg interessant. Dus ik heb heel veel huizen, vooral de bovenkant, getekend in Middelburg in die tijd. Een hele serie van gemaakt. En ja, dat was erg leuk om te doen. Het is gewoon linnen, onbewerkt linnen. Dus de kleur van linnen en de kleur van goud, dat vind ik een hele mooie combinatie. Ja, heb jij zo voor de komende 10 jaar, ben jij een man met een plan of doe je gewoon waar je zin in hebt? Eigenlijk doe ik wat ik zin in heb. Ja. Okay. Want ik ga van de zomer stoppen met de Kunstacademie Antwerpen. Dan denk ik van nou, ik kan weer vooruit. Ik heb weer genoeg nieuwe dingen geleerd. En ik ben nog bezig met mijn tweede boek bijvoorbeeld aan het maken. Oh, dat ben je ook aan het maken. Van een kunstenaar uit een oude vrouw van 86 uit Schouwen-Duiveland, Mimes van Sitters. Ook heel apart. De familie van Sitters, een bekende naam, ja. Ja. Ja, heel bijzonder om dat te doen. Ja, ik vind het allemaal hartstikke interessant gewoon. Nou ja, superleuk. Dus we gaan er gewoon veel meer van. Joh, en het boek is geloof ik krijgbaar in de boekhandel? Of, Ja. Gewoon bij de drukkerij is het te koop en eigenlijk overal, ja. Nou oké, okay. Ik denk dat we het daar nog bij moeten laten. Of heb je zelf nog iets toe te voegen? Nee, het is prima zo. Nou, hartelijk dank voor je tijd en succes met alles. Oké.